onder een CRT. Oh god. Dat is ook wel onder een CRT. Dat is wel erg meer paard dan twee. Ja. Ja, slaan we in de panden. Ja. Ik denk vroeger ook. Maar waar kwijt gaat het aan bestaan? Oké. Waar is die anders? Wat de hel? Spring alsjeblieft niet. Kan ik dat ook wel ruimen? Je bedoelt een glas? Ja. Ja. Niet al te hard te drukken, dan wilde wel, denk ik. Ja, dat heb ik wel eens gehad, ja. Toen was ik zo'n ding aan het uit elkaar. Toen begon me het beeldbuis ineens te schissen. Jezus, wat is dat? Wat is dat? Ik stoffig, joh. Het is een vinhok. Ja, deze wel, ja. Dit was een van mijn allereerste tv's. Dit ding heb ik al jaren, joh. Oh ja, er zit een hele kras op. Oh. Kijk daar, in het midden zit een kras. Oh ja. Daar. Oké. Okay. Waar staat ook weer die stroom op? Huh? Waar staat ook weer op? Deze hier. Die? Ja, dan wacht even. Ik zal even een ding pakken. Of is hij helemaal stuk? Nou, ja, hij deed het nog wel, maar dat beeld dat stond zeg maar helemaal scheef en er kwam geen geluid meer uit. Nou ja, omdat die box dus kapot is. Oh, die heb je eruit gehaald. Ja. Nou ja, ik heb nu zo'n hele grote Bilbus TV. En ik heb... Daar moet je altijd goed mee oppassen. Klopt. Dat je dat dingetje niet aanraakt. Nee, ja. Het kan wel. Met een schroefdraaier kan het. Ja, maar niet als je het ijzer nu vast gaat pakken. Dan ben je dus ja. Pof! Dan heb je 220 door je heen. Dat voelt niet lekker. Geloof ik graag. Heb je 220 door je heen gehad? Hè? Huh? Heb je 220 door je heen gehad? Jawel. Ik nog niet. Wel een keertje, ja. Dat is goed weer. Toen had ik de tv aanstaan en toen was ik dit ding aan het verschuiven, want het beeld stond scheef. Toen zou ik hem verschuiven, BOOM! Ouch, dat voelt niet lekker, nee, kan ik je vertellen. Neem dat maar van mij aan. Hoe gaat dat ding eruit? Zo? Ja, zo ja. Oké. Okay. Maar je gaat dus nog een keer zien. Die zal scherm een keer kapot slaan. Nee, dat mocht niet of zo. Ja, dat heb ik vorige keer wel gedaan. En die begeleiding die er nu is, dat mocht er niet van. Er komt binnenkort weer een container aan. Ja, ik zou net zeggen. Dus dan moet je al dingen even bewaren. Ja, heb ik nou al een godverdomme. Oké. Ja, oké. Zo'n mooi dingetje trouwens. Ja. Een oude Philips zie ik nu. Nee joh. Ja, toch? Aristona, nog ouder. Oh, er staat ook Philips, een paar Philips. Ja, de beeldbuis is Philips. Beeldbuis is Philips, de tv zelf is maar Aristona. Dat knapt hier ineens. Moeilijk. Heb je... Gewoon als een tang en knip dat ding door. Ja. Daar staat er ook je stroom in op. Klopt. We hebben scharen, want dat ding doorknippen. Dan gaat stroom de schaar in. Ja. Knap. Ik krijg in één keer dikke kop. Oh, ja, flikker mijn telefoon zo op mijn haasjes. Oh god, even kijken. Nou, dat is wat leuk. Oh god. Oké. Durf je het wel? Weet je,
zo'n ding uit elkaar haalt, dat is toch wat spannender dan zo'n platte. Want zo'n ding, dan weet je dat je dikke klap doorheen kan krijgen. Ik heb... Kijk, deze tv dat ook. Nou, in ieder geval hier rond het beeld. Ja? Dan loopt zo'n dikke zwarte kabel. Ja. Nou, die moet je eigenlijk nooit aanraken, want dan is het gegarandeerd dat je klap doorheen krijgt. Gelijk. Nee. Deze kan je als het goed is zo ook aftrekken. Nou, deze staat ook al een hele tijd uit hoor. Ik heb ook al een hele tijd niet meer gebruikt. Nee, dat kan. Dat kan dat. Dat stof wat er ook vanaf komt. Ja. Kan dat eens proberen. Stroom, staat toch even. Er staat niet echt meer wat op. Oh kijk! Hier staat dat hij wel vanuit de stoomhuis is gemaakt. Maar misschien, ja, misschien is, hebben ze hem beide gemaakt. Samengewerkt. Ja, dat ja, denk ik ook. Ik heb net een oude autoradio gemonsterd. Ja, ik zag het ja. Ja. Kijk, die is helemaal stuk? Ja, die is helemaal naar de hazes. Die zijn mij wel heel stuk in de prullenbak liggen. Ja. Ik zal hem even... Zal ik vast houden zo? Ja, of je even, wil je hem even op die tafel zetten? Als je hem zo beter pakt. Ja, hou je dat? Ja. Oké. Okay. Heel zwaar. Nee. Zo'n kleine niet? Nee, ik heb zo'n hele grote beeld bij te veel op mijn kamer staan. Die dingen zijn zwaar, joh. In de kleine stond die was ook wel zwaar. Ja, klopt. Zet maar zo neer. Dit schuurt wat minder dan... Nee. Ja, dat ja. De binnenkant is natuurlijk knap. Krijg ik die er ook uit? Hoe zit dat ding nou in kast dan? Oh, met die knopjes. Wacht even. Even mijn hamertje pakken. Even kijken dat ik die knopjes eruit kan tikken. Zonder dat ik die beeldbus aan gordel sla. Hey. Ja, die speaker die ik toen aan jou had gegeven, die komt ook uit die tv. Ja, die hele grote tv. Ja, oké. Okay. Heb ik helemaal met de koepel. Bah. Voorzichtjes. Hoe die knopjes? Ja, die houden die beeldbus vast. Ik bedoel die printplaat. Ja. Fuck you. Moeilijk. Dat is echt niet zo uit te trekken, hè? Nee, volgens mij niet. Oh, wacht, hier. Dit zijn die clipjes. Kijk, dan moet jij die andere kant doen. Oh, ja. Deze hier, dit. Kijk, die. Kijk, als ik ze open hou, kun jij hem eruit trekken. Oké, ga jij ze open, trek hem eruit. Oh, kijk. Ja, oké, nu zou ik die draden even doorknippen. Zie je? Okay, die zit... Maar goed, dat gaat. Dat zit aan de beeld vast, dat zit aan de beeld vast. Oké, dit is het gloeiding. Daar kun je geen schok van krijgen. Nee, als het goed is niet. Ik weet poef. Oh ja, schrik me ook een ongeluk. Bam! Ja. Oh, heb ik wel eens gehad met die... Nee, ik denk niet dat je het nog weet, dat kleine Samsung tv'tje. Die heb ik toen in dat hok uit elkaar gehaald. En toen knipte ik ook weer door. Bam! Ik kan maar in één keer dikke... Hier, ja. Deze. Daar staat heel veel stroom op. Dat is de... Nou ja, dat ding wat naar de beeldbuis gaat. Ja. Dat is niet heel fris. Er zit hier een stekkertje. Die kan je zo afmaken. Nee, dat is niet echt heel fris, nee. Oké, als het goed is, zit alles nu. Jezus. Er is ook stekkertje. Ja. Kijk. Kijk wat het is als er allemaal stekkertjes zijn. Als je iemand zit met stekkertjes vast. Nou, haal jij de clipjes eens even los. Ja. Printplaatjes eruit. Oh, die stekker die hebben we eruit gehaald hier. Stelt ook eigenlijk niks voor zo'n ding. De stekker wil kijken of die wat kan krijgen. Doei! Zit dat ding vast? Ja, nogal ja. Ik snap het niet. Huh? Ja. Die is los, hè? Nou, hebben we nog mooie stekker. Ja. Iemand in een container kiezen. Even wachten. Of
je moet hem, of je moet hem in een bak en dan. Ja? Ja. Ja, ik geloof wel. Dan moet je hem in een bak leggen en dan maar. Ja. En dit nog wel opgeven. Ja. Huh? Je kan hem ook gewoon in een bak doen en dan. Ja. Klopt. Dan heen rammen. Ja. Wat is